het vegetarisch gebeuren wordt ook een groot onderdeel dadelijk. Dat weet ik heel zeker, want er zijn steeds meer mensen die toch ook vegetarisch zijn en die toch ook hun maaltijd even anders willen dan bij een Albert Heijn. Wij zijn daar nu al langzaam naartoe aan het groeien door middel van het aanbieden van bijvoorbeeld vegetarische stampotten die mensen er zelf aan kunnen vullen met een stukje vlees of niet. Proberen we daar in te spelen op het huidige tijdsbeeld. We maken heel veel rauwkostsalades waar geen vlees in zit. Dus die kan je ook gewoon aanbieden. En zo kan je toch een compleet assortiment maken. Nu is het niet alleen maar vlees. We maken hele mooie salades, mooie wrapjes, hapjes. De slagerijen veranderen in traiteurs. Het vleesgedeelte in de slagerij wordt steeds minder. En er wordt steeds meer kant-en-klaar. Maar kant-en-klaar met kwaliteit. Als jij een feestje geeft en er zit één of twee vegetarische erbij. Mm-hmm. Dan wil jij als feestgevende wil jij dat iedere gast het naar zijn zin heeft. Ook die vegetarisch of veganistisch is. Of wat we veel meemaken, dat een intolerantie hebben voor iets. Nou, daar moet je gewoon rekening mee houden. Daar moet je gewoon op inspelen. Dus dat zie je bij ons in de traiteurafdeling ook. Dat we daar ook steeds meer vegetarische gerechten in gaan brengen. Om ook die mensen te kunnen bedienen.